7 maanden zwanger in de bloei van haar leven. Eind 2004 werd de Chinese studente Yi Gu gewurgd in haar flat in Haarlem. De politie weet wie de vermoedelijke dader is, maar die man weet ook al bijna 9 jaar uit handen van diezelfde politie te blijven. Help vanavond mee met de zoektocht naar een moordenaar. Vlak naast het kerngasthuis hier in Haarlem-Zuid aan de Boerhavenlaan staat een flat. Deze flat is eind 2004 het decor van een moord. Slachtoffer, de 31-jarige Chinese Yi Gu. Yi Gu verblijft tijdelijk in Nederland om te studeren. Ze volgt de opleiding fysiotherapie aan de Hogeschool Haarlem. Volgens medestudenten is ze een ijverige leerlinge, maar wel wat op zichzelf. Behalve haar studie heeft ze de laatste maanden andere belangrijke zaken aan haar hoofd. Yi Gu is zwanger van haar eerste kind. De vader van het kind is haar Chinese vriend van 33. De twee zijn al meer dan 7 jaar samen. Om haar leven in Nederland te kunnen bekostigen, werkt ze part-time in een hotel in Zandvoort als schoonmaakster. Collega's kennen haar onder haar Europese naam Lonnie. Ze zien haar als een intelligente, maar wat stille en verlegen vrouw. Yi Gu en haar vriend werken hard aan een bestaan hier in Nederland. Werken, studeren en ondertussen bereiden ze zich natuurlijk ook voor op de komst van hun baby. Het is een spannende tijd. Na Yi Gu's studie willen ze zich misschien terug weer in China gaan vestigen. Met z'n drietjes dan. Toch krijgen ze eerst nog een flinke tegenslag te verwerken. Het is eind september 2004. Vanuit Los Angeles krijgt Yi Gu's vriend een naar bericht. Zijn 88-jarige oma is overleden na een aanrijding met een bus. Hij regelt namens zijn Chinese familie de begrafenis en moet zo snel mogelijk naar Amerika. Onderweg vraagt hij nog gauw het telefoonnummer van een eveneens buitenlandse buurvrouw uit de flat. Voor het geval hij Yi Gu de komende tijd niet kan bereiken. 76. Thank you. Yeah. In de weken die volgen brengt Yi Gu veel tijd door achter de computer. Ze chat dagelijks met haar moeder en met haar vriend die een boel te regelen heeft en daarom langer dan gepland in Los Angeles blijft. Een moeilijke en vreemde tijd, zeker voor een vrouw die voor het eerst zwanger is. Het wordt november, maandag 15 november 2004. Yi Gu heeft 's middags om 4 uur nog gechat met haar moeder. Ze hebben het over ditjes en datjes, er is niets aan de hand. Maar aan het begin van de avond probeert haar vriend haar te bereiken vanuit Los Angeles. Zoals eigenlijk iedere avond belt hij Yi Gu. Hij vindt het vreemd dat hij haar die avond niet te pakken krijgt. En begint zich steeds meer zorgen te maken. Het is niets voor Yi Gu om niet te reageren. Ze kijkt iedere dag enorm uit naar zijn telefoontjes. Hallo? Voor het eerst sinds zijn vertrek naar Amerika zoekt hij contact met Yi Gu's buurvrouw. Misschien weet zij meer. Can you look at the door for me? Maar opnieuw niks. Yi Gu's vriend vraagt de buurvrouw de politie te waarschuwen. Hello, is this the police? Yes, Rond 1 uur 's nachts komen 2 agenten aan bij de flat. Hallo.
politie, de deur open. Zij ontdekken dat iemand een eind aan haar leven heeft gemaakt. Uit sectie op haar lichaam komt de doodsoorzaak naar voren. Ze is gewurgd. Yigu is op dat moment 31 jaar en 7 maanden zwanger. Yigu's vriend is gebroken. Binnen een paar weken tijd verliest hij zijn oma, zijn vriendin en zijn ongeboren kind. Terwijl hij in shock meteen terugreist naar Nederland, start het politieonderzoek. Er is meteen een hele belangrijke vraag. Een rustige student met een bijbaantje en een babyopkomst. Wie maakt er nou een einde aan het leven van zo iemand? De rechercheurs hebben in eerste instantie geen idee in welke richting ze naar de dader moeten zoeken. Maar eind november, ruim anderhalve week na Yigu's dood, lijkt er een doorbraak. Op een rekeningafschrift staat dat er met de bankpas van Yigu is gepind. Maar zelf kan ze dat onmogelijk gedaan hebben. Er is namelijk gepind in de nacht nadat haar lichaam werd gevonden. De politie vraagt de bewakingsbeelden op van de geldautomaat aan de binnenweg in Heemstede. En dit is de man die met Yigu's bankpas in totaal 1000 euro heeft opgenomen. Na haar dood. In deze korte extra uitzending van Ter Plaatse. De politie heeft op dat moment geen idee wie de man is en doet op 8 december 2004 een oproep in het regionale opsporingsprogramma Ter Plaatse. Naar aanleiding van de uitzending blijkt al snel wie de onbekende pinner en de vermoedelijke moordenaar van Yigu is. De man op de beelden is de 27-jarige Chinees Yan Cha. Hij woonde op dat moment al een paar jaar in Nederland en zijn laatst bekende woonadres is hier in Heemstede aan de Johan Wagenaarlaan. Maar in zijn huis is hij niet meer te vinden. De politie duikt in zijn leven. Yan Cha blijkt de kost te hebben verdiend in verschillende Chinese restaurants in Nederland. Hij werkte als kok onder meer in restaurants in Haarlem, Epe op de Veluwe en Smilde in Drenthe. En het rechercheteam komt er al snel achter dat Yan Cha ook familie heeft in Nederland. Hij heeft hier een achternichtje wonen. Zij verklaart dat Cha in de dagen na de moord bij haar heeft gelogeerd. En hij maakt op haar een wat verwarde indruk. Ze wijst de politie op een koffer die Cha bij haar heeft achtergelaten en waar ze goed op moest passen. En na onderzoek vindt de recherche nog meer bewijs voor de betrokkenheid van Yan Cha bij Yigu's dood. In de koffer zitten onder andere een laptop en een mobiele telefoon, allebei van Yigu. Maar waar Yan Cha zelf verblijft, is sinds eind 2004 een raadsel. Yan Cha staat inmiddels op de nationale opsporingslijst, de lijst met de meest gezochte criminelen van ons land. Meneer Otters, goedenavond. Ja, waarom is Yigu slachtoffer geworden van Yan Cha? Kenden ze elkaar? Nou, Yan Cha was bevriend met de buurvrouw van Yigu. Hij blijft er ook regelmatig slapen in de flat aan de Boerhavelaan. En dat is de reden dat ze elkaar eigenlijk ook wel moeten hebben gekend. Nou, waarom hij haar om het leven heeft gebracht, dat weten we niet precies. Hij heeft wat persoonlijke spullen en haar bankpas meegenomen. En met die bankpas ook nog eens 1000 euro gepind. Nou, tot op heden denken wij dat dat het motief voor de moord is. Maar dat weten we natuurlijk pas zeker als deze man is aangehouden. Ja, het laatste spoor naar Yan Cha dateert van 21 december 2004. Ja, op 20 december 2004 heeft hij de trein genomen vanuit Drenthe naar Schiphol. En wat hij daar precies gedaan heeft, dat weten we niet. Hij heeft in ieder geval geen vlucht gepakt. Want de volgende dag, op 21 december 2004, is hij in België gesignaleerd om precies te zijn in Antwerpen in de omgeving van de Turnhoutse baan. Nou, dat weten we omdat zijn mobiele telefoon toen een signaal heeft afgegeven. Ja, dat is 8,5 jaar geleden. Waar zou hij nu kunnen zijn?
Ja, tegen zijn achternicht heeft hij enkele dagen na de moord verteld dat hij eigenlijk een heel nieuw leven wilde beginnen en dat hij mogelijk naar Spanje zou gaan. Nou, dat is heel goed mogelijk, alleen er is inmiddels zoveel tijd overheen gegaan dat het maar de vraag is of hij daar nog is. En hij kan heel goed gewoon weer terug gaan zijn naar Nederland. Ja. En mogelijk gebruikt hij nu een andere naam. Ja, we hebben destijds de koffer die hij bij zijn achternicht heeft achtergelaten, hebben we zijn originele paspoort in gevonden. Nou, hij heeft zijn eigen paspoort, heeft hij dus niet meer. Maar in 2004 werkt hij in een Chinees restaurant in Epe. En daar is een Chinees verblijfsdocument gestolen. Nou, dat verblijfsdocument stond op naam van Qiang Sheng. En die was geboren op 17 april 1986. En het zou heel goed kunnen zijn dat hij nu deze identiteit en dit document ook gebruikt. Nou, ik moet er wel bij zeggen dat er in Nederland inderdaad echt iemand is die Qiang Sheng heet. En dus ook helemaal niets met deze moord te maken heeft. Ja. Hoe kunnen de mensen u concreet helpen vanavond? Nou, iedereen die maar het minste of geringste vermoeden heeft van de verblijfplaats, de huidige verblijfplaats van de verdachte, verzoeken wij contact met ons op te nemen. Hij is op dit moment 35 jaar oud en geboren op 31 juli 1977. Hij heeft oorspronkelijk donker haar, maar wisselt ook van haardracht en ook van identiteit. En mogelijk gebruikte hij dus de naam Qiang Sheng en hij sprak in 2004 gebrekkig Nederlands en Engels. Hij is geboren in het noordoosten van China, om precies te zijn in de provincie Liaoning, en daar spreken ze het Chinese dialect Mandarijn. Het zou natuurlijk kunnen dat hij gewoon weer ergens in een keuken werkt. Ja, voor zover wij hebben nagegaan, heeft hij in Nederland telkens in Chinese restaurants gewerkt in de keuken. Nou, mocht je natuurlijk kok zijn en ervaring hebben in de Chinese keuken, vind je op zich wel redelijk makkelijk een baan. En wij nemen eigenlijk ook aan dat hij wel weer op dit moment werkzaam is als kok. Waar is de nu 35-jarige Yiang Cha? De Chinees is de vermoedelijke moordenaar van de 31-jarige studente Yi Gu, die 7 maanden zwanger was toen ze werd gewurgd en overleed. Bel met uw tips nu naar 0800 60 70. Anoniem kunt u uw informatie kwijt bij M. En ook de criminele inlichtingeneenheid zit klaar. Bel dan 079 345 8999.